Ja, de cancel culture raakt rollenpraat nu voor de zoveelste keer, maar dit is wel vrij heftig. Want dat betekent namelijk dat YouTube heeft gezegd, er mogen geen advertenties meer gedraaid worden tijdens en voor jullie programma. Dat betekent dus dat we geen reet meer kunnen verdienen met rollenpraat. Dan kan je zeggen van, ach ja, wat maakt het dan uit. En we hebben vanwege deze show ook helemaal geen ander werk meer. Yeah. Nederland is de laatste tijd oh zo zuur. Je mag niet zeggen, niet rappen van de woke cultuur. Het lijkt normaal nu die shit al een poosje duurt. Zeg je iets dat niet bevalt, krijg je hoop censuur. Oké, we gaan roddelpraat in de weg zitten. Omdat ze PN'ers op het net killen. Trek de stekker eruit voor het te groot wordt. Stop Jan en Dennis snel in de doofpot. Roddelpraat, niemand zit erop te wachten. Ondertussen wekelijks 200.000 gasten. Bij 100.000 abonnees doet Jan een belly dance. Iedereen wil dat zien, ik twijfel of je ready bent. Dankzij jullie donateurs blijven wij in leven. Dus blijf op back, miepen toch die 5 euro geven. Hilversum probeert ons duidelijk klein te houden. Samen dragen wij roddelpraat op beide schouders. Sorry, ik kan niet mijn back houden. Zeg wat ik wil en ik blijf die tracks bouwen. Zorg dat je abonneert, ik hou het echt houden. Bedank iedereen voor het vertrouwen. Roddelpraat op de beats, van zolderkamer naar hier. Hilversum, dat is vies, voor je het weet.